Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag echt een onwijs toffe video en ik wou er ook snel mee gaan beginnen. Ik denk dat het niet alleen leuk nieuws is voor mij, maar ook voor jullie kijkers. Ik heb namelijk een nieuwe camera gekocht, dus jullie krijgen zeker mooie beeldkwaliteit. En ja, het gaat vooral over vloggen. Ik heb natuurlijk die vlogcamera die ik vroeger had, alleen dat was echt zo'n handycam. Dus ik kon hem nergens mee echt goed meenemen en het was echt zoveel, zo echt slechte kwaliteit. En, ja. Ik heb dus een nieuwe gekocht. Ik ga hem vandaag met jullie ik ga hem vandaag unboxen op camera, dus laten we maar snel gaan beginnen. Het is de Canon PowerShot G7X en zo ziet hij eruit. Ik heb wel dit flapje al opengemaakt, maar zo ziet hij eruit. En het is dus de PowerShot G7X Mark 1. Laten we hem open gaan maken. Oké. Okay. Ik heb hem dus bij de Mediamarkt gekocht voor €475. En ja, oké. Okay. Als eerste wat ik hier heb is... Zal ik hem even openmaken? Oh, ik ben zo blij. Oké, we gaan verder. Dit is het bandje of zo. Dit is voor... ja, je zo vasthouden. Ik moet even kijken of ik dit er wel aan ga doen. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik denk dat hier de camera in zit. Ik laat het eventjes aan jullie zien. Oh, dit voelt raar. Hierin zit ja, een soort plastic-achtig iets. En dan maak ik het open. Wauw. Nou, dit is hem. Zo ziet hij eruit. Hij is wel best wel zwaar. Dat had ik niet echt verwacht of zo. Hij is pittig zwaar. Wow. Oké. Okay. Ik ga even hierin leggen. Nou, zo ziet hij eruit. En ik vind hem echt heel erg mooi. En als ik hem dus dit klepje zo open doe... Dan kan je dus zeg maar vloggen. Oké, okay. Dit voelt echt heel raar. Ik weet niet, ja, ik weet niet, ik zie het altijd zo op YouTube. Dit vind je zelf gewoon, nu moet je zelf, tenminste, nu ga ik zelf. Ja, dus ik vind het raar. Het is best wel zwaar, dit is trainen. Oh, ik vind het zo vet. Nou, goed weg. Ik ga het niet elke dag doen. Vloggen, dat wordt gewoon te veel. Ik heb ook nog school en zo. Dus dat gaat helaas niet. Maar als ik bijvoorbeeld een leuke gelegenheid heb, bijvoorbeeld op vakantie ga of... wat dan ook, dan ga ik zeker vloggen. En dat vind ik dan handig als ik mooie kwaliteit heb. En waarschijnlijk wordt waar ik nu mee film, wordt dan ook in deze camera. Want hier kan ik gewoon makkelijk mee filmen. En hier kan ik mezelf ook iets beter zien. Oké, okay, hij zit erin. Oh, hoe krijg ik dit nou weer dicht? Huh? Is hij dicht? Nee. Ja. Ja, is dicht. Oké. Okay. Ik moet alleen nog wel even de datum en tijd in gaan stellen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké. Okay. Ik heb hem ingesteld. Nou, zo zie je het dus. Het is echt onwijs scherp. Oké, okay, dit ziet er denk ik heel raar uit. Maar, wauw. Hij is echt mooi gewoon. Hij is echt heel erg scherp. Wow, dit is raar. Echt raar. Oké, okay, ik ga het proberen. Ja, ik vind het al. Ik vind het zo moeilijk om niet naar te gaan kijken. Dus ik zie het op elke vlog. Oké, okay. Wauw. Hij stelt ook echt super mooi scherp. Dit is, weet je wat ik ga doen? Ik ga een stukje hiermee filmen en dan ga ik dat importeren in de video. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Nou, ik film nu met mijn nieuwe camera. Ik ben nu gewoon een video aan het opnemen. Hilarisch. En ja, ik ga dit straks importeren. En ik denk dat je nu al wel heel veel verschil ziet. Je ziet nu mijn gezicht echt heel erg duidelijk. En ja, ik moet wel even wennen. Het is wel een beetje zwaar. En ik moet ook kijken of ik niet op de microfoon en alles zit. Dat zou wel erg zijn. En ik ga nu... Laten we maar gewoon samen met z'n tweeën gaan kijken. Ah. Oké. Okay. Nou, zo ziet hij er dus uit.
En ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, maar het is echt een onwijs mooi beeld. Nu ben ik in de menu. En oh, het is ook touchscreen. Wow, dit is vet. Zo. Oh, shit. Shit. Druk echt weer op allemaal dingen. Nee, nee, nee. Six and a half hours later. A few moments later. Okay, so stir it is scherp. Okay. Okay, ik moet hem uitdoen. Ik moet. Het is gelukt. Ik heb hem gewoon weer normaal gezet hoe het is. Oké, jullie hebben gezien wat mijn eerste indruk was. Ik vind hem onwijs vet. Hij voelt nu wel heel erg warm aan, omdat ik echt heel erg zenuwachtig was. Ik ging echt op dingetjes klikken. Wat ik er ook nog bij heb gekocht is een tasje. En dit is wel handig, want dit tasje kan je zeg maar gewoon zo je camera in doen. En dan kan je hem vasthouden, ophangen, omhangen, dat was het. Ik vond het heel erg leuk. Ik ga zeker alles doornemen en kijken hoe en wat. Ik denk over een jaartje dat ik het wel weet. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En geef vooral een duimpje omhoog en misschien was het wel. Ik vond het leuk om deze video te gaan maken. En ja, dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei! And I'm amazed at the concept. 'Cause you persist like you need that hit. And all these flowers that you're buying me. Or a dash call up in my manicure. You don't wanna know.